Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag zit ik aan mijn bureau en ik ga een middagje studeren. En ik dacht, misschien wel leuk om jullie mee te nemen en mijn tips te delen om gedurende deze quarantaine-libby de motivatie te blijven houden om te blijven studeren. En ook met dit super mooie weer, het is 22 graden. Maar ik moet. Het is een soort van come study with me video. Ik hou altijd zelf wel heel erg van dit soort video's. Het is een soort van alsof we samen studeren, you know. Dus dat is wel leuk. En gedurende deze video ga ik ook gewoon tips delen. En ja, ik ben trouwens super benieuwd hoe het bij jullie school nu gaat. Voor degenen die het niet weten, ik ben vorig jaar afgestudeerd op HBO Communicatie. Ik ben afgestudeerd op Marketing Communicatie en ik vind het super leuk. En natuurlijk ook met mijn werk. Het combineert gewoon super goed. Alleen, ik miste gewoon echt dat menselijke en dat je echt mensen kan helpen. En nu doe ik natuurlijk al met de podcast en YouTube video's. Maar ik wilde me gewoon nog meer verdiepen. En toen kwam ik dus op therapeutisch kindercoach of holistisch kindercoach terecht. Het sprak me zo aan. Het is zo sick. Dus dat ben ik begonnen in januari en het is inmiddels april. En het is dus een thuisstudie met praktijkdagen. Alleen nu door de hele crisis zijn er geen praktijkdagen. Dus is het online. Dus dat is nog wel eventjes zoeken en wennen. Nu is het eigenlijk helemaal een thuisstudie. Het vergt best wel veel zelfdiscipline en motivatie en ook concentratie. Dus dat is natuurlijk wel anders als je op school zit. Wat nu eigenlijk niemand nu natuurlijk zit. Maar dan ben je met iedereen, ben je met de klas en je zit allemaal in hetzelfde schuitje. En je, ja, nu zit je natuurlijk heel de tijd thuis en moet je jezelf motiveren. Dus ik snap echt hoe lastig dat kan zijn. Ja, dat je niet bijvoorbeeld afgeleid wordt door mensen die in je huis lopen. Of door TikTok of door het lekkere weer. Ik heb voor mezelf gezegd van, en dat is ook gelijk mijn eerste tip, spreek met jezelf af hoeveel uur je eraan gaat besteden per dag. Ik heb voor vandaag besloten 4 uurtjes. Dus dat ga ik ook doen. En dan stel ik er gewoon echt die tijd in. Met daarin als ik gewoon niet meer geconcentreerd ben. Of als ik het gewoon eventjes niet meer zie zitten. Om dan eventjes buiten te gaan lopen. Of even een korte pauze te nemen. In ieder geval wel weg van mijn bureau. Dat werkt voor mij gewoon heel erg fijn. Je hebt natuurlijk nooit een hele lange concentratieboog. En dat kan je ook niet van jezelf verwachten. Dus neem genoeg pauzes. Ook al is het maar heel erg kort. Ga heel even naar buiten. Dat je gewoon heel even iets anders aan je hoofd hebt. Zodat je weer met frisse en volle, hè? Je weet wel hoe je moet erin gaan. Ik ga eerst mijn bureau een beetje opruimen. Want ik heb altijd zoiets van, als mijn bureau een rotzooi is, dan gaat het hier ook niet helemaal lekker. Ik heb dat sowieso met heel mijn huis. Dus ik ga nu eerst even, kijk, hier ligt niks. Maar daar, come with me. Ja, ik gebruik op dit moment mijn eettafel als mijn bureau. Nu is het niet heel erg, maar ik ga toch even wat meer ruimte creëren, want ik moet natuurlijk ook mijn boeken kwijt. Zoveel beter. Dit is mijn bureau nu. Ik heb mijn boekje voor lijstjes in te schrijven. Ik zal het zo wel eventjes laten zien. Ik heb gezellig een kaarsje aangestoken. Want dat vind ik gewoon cozy. En het ruikt lekker. En ik heb hier een pennenbakkie. Ik ben echt die persoon die vroeger in de klas altijd vroeg om pennen aan iedereen. En ja, ik besloot om gewoon een pennenbak te doen. Want ik raak gewoon zoveel keer per jaar mijn pennen kwijt. Het is ongelooflijk. Tadaa. En ik vind deze zo handig werken. Dit zijn shortlist met memo. Het zijn allemaal van die plakdingetjes. Nou, check, no to do. Dit is een lange lijst. Ook handig om je boodschappen mee te doen. En dit is een don't forget lijstje. En hier schrijf ik altijd op wat ik wil doen. En wat ik gedaan moet hebben van mezelf. En als het niet lukt, is dat ook oké. Maar ik schrijf het wel altijd op dat ik toch een soort van, hè, een objectief heb om naar toe te werken. Eerst eventjes wat drinken voor mezelf inschenken. En wat lekkers om te eten.
Ik merk echt dat gezond eten en drinken mij veel meer energie geeft. En ja, dat ik gewoon zoiets heb van, let's do this. Dus ik ga een smoothie voor mezelf inschenken. Ik heb nog smoothie. Ik ga het niet zelf maken dit keer. Okay. Dit is de map. Ik heb 3 van zulke mappen. Het is een lot. Ik ben nu bij het onderdeel energetisch werken. Het is echt super interessant. Maar het is echt een super dik hoofdstuk. Dus ik ga natuurlijk niet heel het hoofdstuk afkrijgen. En dan in plaats van to-do schrijf ik mogelijkheden. En ik heb dit van mijn vriendinnetje Jenny. En dat geeft echt... Ik weet niet waarom. Maar het geeft een soort van rust. Dus wat ik doe is hier... Zien jullie dit? Nee, toppie. Ik schrijf dus mogelijkheden. De druk wordt een beetje verminderd of zo. Dus dat is top. Doornemen. En samenvatten. En een oefentoets daarvan. Maken. Oké, dat is voor nu even wat ik ga doen. En gaan we zitten. Ik doe eigenlijk altijd mijn haar vast. No. Fantastisch vind ik het. Ik ben dus 1 ding vergeten te doen. Wat ik eigenlijk altijd doe. En dat is mijn diffuser vullen. En dan kies ik vaak voor een olie die de concentratie versterkt. En een van die olieën is citroen. Ik hou zelf niet super erg van de geur van citroen. Maar het helpt wel heel erg. Dus ik ga nu het water vullen en citroen erin doen. Hier bewaar ik ze allemaal. Het is allemaal massageolie, etherische olie en wrijfolie. Dus ik zoek citroen. Ik heb hem. Ik doe daar eigenlijk maar 4 drupjes in. Want ik vind het best wel sterk ruiken. Nou, dit zijn allemaal een beetje de voorbereidingen die ik tref voordat ik aan de slag ga. Het zijn er nogal wat. Ik weet trouwens niet hoe jullie leren. Ik leer eigenlijk altijd door eerst dingen te markeren. En daarna schrijf ik in het schriftje een soort samenvatting op. En zo leer ik eigenlijk. Zoals je ziet, en dit markeer ik ook weer. Maar het werkt wel, you know. Ik ben verplaatst naar het dakterras, want het was zo ontzettend warm in mijn huis. Dus ik ben lekker hier gaan zitten. In de mooie zon. Ik heb me trouwens ook even omgekleed, want het was echt net te koud om met blote benen hier te zitten. Dus ik heb mijn pakkie aan. Lekker chill.
Ik weet niet of jullie het kunnen zien door de zon, maar ik zet mijn mobiel altijd op vliegtuigstand als ik aan het studeren ben. En zodra ik zeg maar even mijn mobiel wil kijken, dan verplaats ik ook van waar ik zeg maar zit. Omdat dit is nu zeg maar mijn werkplek. Met mijn mobiel gaan zitten, afgeleid dus wordt, snappen mijn hersenen ook niet helemaal dat dit echt is om geconcentreerd te werken. En dat ik hier ook niet mijn mobiel moet gebruiken. Dus wat ik dan vaak doe is dan zet ik mijn stoel gewoon even daar. Of dan ga ik eventjes hier lopen. En dan pas gebruik ik mijn mobiel. En dat werkt echt heel erg fijn. Even, hoe luxe. Hoe luxe om in het super lekkere zonnetje te kunnen studeren. Dit zijn echt van die momenten dat ik denk van, de hele situatie is echt niet ideaal. It sucks. Het is zo kut. Maar dat ik hier op het dakterras kan zitten en nog steeds productief kan zijn en kan genieten van de zon op mijn face. En dat ik niet stik in mijn huis, want het is daar gewoon een sauna. Want als de zon erop komt, dan wordt mijn studio gewoon heel erg warm. Dat is wel echt een nadeel. Ik merk wel dat ik door de weg en door de mensen die langs fietsen en aan het water lopen, dat ik wel ga kijken van, oh, wat heeft die aan? Oh, wat doet die? Oh, er zijn echt veel mensen buiten. What the fuck? Laten we doorgaan. Want ik zit in een flow, mensen. Ik zit in een flow. Als jullie trouwens meer willen weten van deze opleiding, dan kan ik hier wel een aparte video over maken. Of je vragen hieronder stellen en dan beantwoord ik ze. Ik krijg namelijk op Instagram best wel veel vragen hierover. Dus ik weet niet of ik nou een aparte video hiervan moet maken. Of gewoon moet antwoorden. I don't know. Peace. Hallo. Ik heb er alweer een uur op zitten. Ik begin een beetje moe te raken en mijn ogen beginnen ook een beetje pijn te doen. Dus ik ga nu even pauze houden. En ik denk dat ik hier gewoon eventjes ga zitten. Even op mijn telefoon. Ik ga gewoon hier op de rand zitten. En eventjes genieten van dit mooie uitzicht. En ik denk dat ik heel eventjes ga facetimen. Het is zo belangrijk om genoeg pauzes te houden. En niet pauzes van een uur, want dan kom je er gewoon echt niet meer in. Maar wel pauzes van kwartiertje, 20 minuten. Dat is wel heel erg fijn. Nou, daar gaan we weer. Ik heb besloten om nog een uurtje te doen. En dan ben ik heel erg trots op mezelf. En daarna ga ik lekker chillen. Ik ga bij deze ook de video afsluiten. Ik hoop heel erg dat jullie deze video leuk vonden. En laat me vooral weten hoe jullie deze video graag nog een keer willen zien. Willen jullie echt een real-time study with me? Want dat zie ik ook best wel vaak voorbij komen. Dat mensen echt real-time de camera daar neerzetten. En gewoon voor een uur lang gaan studeren. Dat mensen meestuderen. En dan denk ik van, moet dat dan met of zonder muziek? Ik ben heel erg benieuwd. Dus laat me weten. Ik ga sowieso het weekvloggen ook weer oppakken. Want ik merk dat ik daar wel heel erg veel zin in heb. Dus dat ga ik ook doen. Dus dat komt er ook allemaal aan. En ik ga ook nog vintage gerelateerde video's maken, maar dan vanuit huis. Ik mis kringlopen en vintage shoppen echt vet erg. Dus als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor nieuwe video's. Dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!